vierde keer op het plein. We staan hier in Zwijkense op het kerkplein Pastoor Tisseplein. Vertel eens wat over het evenement. Wat is het voor iets? Nou, het is uniek voor Zwijkense. Wij als Zwenske zijnde waren op zoek naar nieuwe activiteiten. En wij hadden bedacht van nou, dit plein, dit is eigenlijk het Onze Lieve Vrouwenplein van Zwijkhuizen. En daar hebben we over nagedacht. En zodoende is er het idee ontstaan om een boetezitting te gaan organiseren. Moest ook een goede naam hebben. En toen hebben we bedacht met elkaar, Tis Boete. En Tis is natuurlijk van pastoor Tisse. En boete, ja, dat is natuurlijk logisch. Daar zijn we nu. Hoe komt het idee vandaan? Boetezittingen, ja, die zijn een beetje hype. Alleen allemaal vuil te laat het seizoen, vuil te dik op de carnaval. En met het seizoen openen, ja, dat moet ook een feest zijn. In Maastricht doen ze dat fijn op het Friedhof. Dat is allemaal leuk bedacht. 11-11, ik bedoel, maar ja, een veer als klein dorp moet ook kunnen openen met een groot feest. Heb je ook aan de vrijwilligers gedacht? Ja, zonder vrijwilligers een dergelijk evenement gewoon niet te organiseren. Als ze elke kracht hier moet werken, van tevoren, tijdens of na moet betalen, is het gewoon onhaalbaar. Dus uiteraard steunen we op heel veel vrijwilligers. Dat zijn de jonge mensen uit het dorp, dat is ons chatterie, dat is ons buurtvereniging. Neem dat, onze eigen vereniging uiteraard, mogen we zeker niet vergeten, die den dag volle bak gaas geven om het allemaal maar voor elkaar te spelen. Je hebt een leuk programma zeker. Kunt je me daar meer over vertellen? Nou, we beginnen om gegluifd neer, maar om 9 uur beginnen we met de mes in het Schoonkerkje van Zwijkense. Met een echte ouderwetse dialectmes die opgeluisterd wordt door de Beeshofkapel. Een van de beste kapellen van Zwijkense. De enige. Daarna komen we allemaal het plein op en om uiteraard 11:11 gaan we starten met verschillende artiesten. Denk daarbij aan Richtig Rex, Oetsenne, twee meisjes van het Tiener LVK, Samen Spas. Denk daar bij aan Oetgeloot Oetgelijn, Op Os Oetgelijn, Peter en Mark Oetswijkense. Vooral bij aan Marleen Rutte. URS-prijs gewonnen dit jaar. Dus ik denk dat we mogen spreken over een prachtig programma voor de eerste editie van Tis Boete. Je hebt het AZC ook goed genodigd. Wie heb je dat geregeld? Nou, op dit moment zijn we nog bezig met een, te kijken op welke manier dat we dat vorm kunnen gaan geven. Of dat een optreden wordt of dat het iets met hapjes wordt. We hebben namelijk te maken met een toch steeds meer participatiesamenleving. En in dat kader rijven ze gaat van laat voor gewoon iedereen die in het dorp woont erbij betrekken. Dus ook de mensen van het AZC Zwijkhuizen. Denk aan 13 november. Tis Boete! Vierde keer op het plein.